Kom, sla je armen in de lucht. We gaan nu zitten met de zucht. Welkom bij de Foute Quiz, de quiz waarin je kennis op het gebied van muziek uit de top 500 van de Foute Uren op de proef wordt gesteld. Vandaag spelen we met twee Q Music collega DJ teams. Op rechts Joost en Hila. Woo! En op links Wim en Martijn. Ja, ik moet even. Joost en Hila, mag ik jullie jonkies noemen? Onervaren, nou, laten we het zo noemen. Als we tegenover deze twee staan. Want hoe schatten jullie je kans in? Medium. Oh, het loopt niet over? Nee, ja, zeker niet als we tegen Wim en Martijn moeten strijden, dus dan... Zijn jullie bereid tot een uitwisselingsprogramma? Gerne. Nou, wat is dit nou weer? Nee, nou, je wilt toch winnen? Ja? Ja, dat lukt niet met jou. Okay, nee, dat dacht wisselen. Ik al. Ja, gaan we wisselen? Nou, prima. Op rechts, Joost en Martijn. Yay. Op links, Wim en Hila. Yeah. Hey jongens, ik heb nog even een teamnaam voor jullie nodig. Een foute teamnaam. Geer en Goor. Geer en Goor, op rechts en op links. Wij zijn Beauty and the Brains. De Beauty and the Brains. Je wilt deze quiz winnen, want er staat namelijk wel iets tegenover. De verliezer van vandaag, jongens. Die hangt iets boven het hoofd. Die presenteert namelijk, één van jullie twee, of één van jullie twee, de top 500 van het Foute Uur in dit foute pak. Oh. Het is lekker synthetisch ook. Verschrikkelijk. Laten we beginnen, jongens. De foute quiz. Vergeet niet, het is schaamteloos goed wat fout met je doet. Dus zing en dans lekker mee. Daar gaan we voor ronde 1. Woe! Ronde 1, ja! En welkom bij ronde 1 van de foute quiz. Ronde 1 heet de foute taal. Ik ga zo meteen een liedje aan jullie voordragen in een foute taal. Dus als het van oorsprong een Nederlands liedje is, dan zing ik het in het Engels. En is het van oorsprong in het Engels... Ik ga dat hopelijk niet zingen, toch? Ik wou het zeggen. Jij zingt het, Mathien. Ik draag een liedje voor. Oké, okay, heel goed. Maar je hoort dus de verkeerde taal. Als je denkt te weten welk liedje het is, druk dan op je toeter of op het schaap. Voor de artiest krijg je 1 punt en voor de titel ook. Mocht je nou bij de artiest of titel vastlopen of je weet het helemaal niet, dan mag het andere team aanvullen en pakt die dus het punt van je af. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Ik zie gespannen gezichten. Daar gaan we. Liefde in het hart van een vrouw. Ik wil het geheel hebben en niet een deel. Vreemd dat dit gevoel steeds meer groeit, omdat ik nooit eerder van iemand zoals jij hebt gehouden. Dit was hem al. Dit was hem. Oh, erg. Echte error. Ik heb geen idee. Moet zeggen dat je het ook niet heel muzikaal hebt voorgedragen, Mattie. Durf, kun je zingen? Hebben jullie een hint nodig? Ja, doe eens. Liefde in het hart van een vrouw. Ik wil het geheel hebben en niet een deel. Vreemd dat dit gevoel steeds meer... Earth and Fire Weekend of Weekend van Scooter. Weekend van Scooter is goed! Ja! Nou, wat zei je nou? Earth, Wind & Scooter? Nee, Earth and Fire is het origineel met Johnny Kaagman. Ah. Ja, jongen. Oké. Okay. Toen zat jij nog in de verre kijken. Ik ook trouwens, maar dat even terzijde. Opgave 2. Bespioneer mij, schatje. Gebruik een satelliet. Infrarood om mij door de nacht te zien bewegen. Richt vuur. Schiet goed. Seksbom. Oh, ik hoorde hier het schaap als eerst. Seksbom, Tom Jones. Het is Seksbom, Tom Jones! Weet je wie Tom Jones is? Aan die vragen? Laatste opgave in deze ronde. You think I'm a joke with commercial plans. And yet I have a following from here to Afghanistan. Ayo. We're bouncing on the beat. Ayo. We're... Double date. Rampeneren, Ali B. No, double date. Ik wil één antwoord horen, heren. Is het nu in het Engels? Moet naar het Nederlands, toch? Ja, we zitten Afghanistan in. Ayo, van hier tot aan Afghanistan. Rampeneren, Ali B, Party Squad. Hey. Ga nou niet mee met de man. Dat is goed! Van hier tot aan Afghanistan. Tussenstand tot nu toe. 2 punten voor Team Beauty and the Brains en 4 punten voor Team Geer en Goor. Lekker hoor, schat. Lekker. Oh, dit is om te gieren. Oh, wat heerlijk.
Welkom bij ronde 2 van de Foute Quiz. Het is zinderend hier. We gaan de Foute Toneelschool spelen. Jullie mogen zometeen ieder van jullie een envelop bij mij komen halen. Daarin zit een songtitel. En je mag aan je mede-teamlid deze songtitel gaan uitbeelden. Jullie mogen allebei een songtitel uitbeelden. En er vallen dus in deze ronde 2 punten te verdienen. En je hebt daarvoor 30 seconden. Wie mag ik van Team Beauty and the Brains met een kleine achterstand uitnodigen? Ja, ik ga uitbeelden. Hila, je mag een envelop kiezen. Oh, dat is moeilijk. Oké. Pak het podium. Ja. Je hebt 30 seconden om aan Wim uit te beelden welke titel er in jouw envelop zat. Zeg wat je ziet, Wim. Ja, rennen, huilen, snijden, depressief. Ja, dit is heel erg. Blood, sweat, tears. Blood, sweat, tears met spinning around like a record, baby. Nee. Oh! Oh, oh, oh shit, hé. Hey. Zo. Ik zat op de rug van Hila te kijken en ik wist het al zo. Helaas, Hila. Ik dacht dat ze het niet voor zo'n vage ethische gekozen hebben. Kan ik jullie geen punt geven? Ah, shit. Je was zo dichtbij, hoe dan? En dan zeg ik nog blood, sweat and tears. Ja, ik zou dat nog niet. Mannen van Team Geer en Goor, wie komt er naar mij toe voor een envelop? Ik denk dat jij de meeste... ik kom wel gewoon. Ja. Martijn kiest een envelop. Je krijgt zo direct 30 seconden om aan Joost uit te beelden welke songtitel er in de envelop zit. Martijn, pak je moment. 30 seconden gaan nu in. Oké. Is het Kabouter dan? Yeah! Ja, wat makkelijk, jongens. Daar zit gewoon een dansje bij. Kom op. In de lucht. Gaan nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans. Zo gaat de kabouter dans. Ja. Tussenstand naar de tweede ronde in de Foute Quiz. Beauty and the Brains blijven op een matige 2 punten staan. Terwijl Geer en Goor aan kop gaan met 5 punten. Het is de ene laatste ronde in de Foute Quiz. Deze ronde is getiteld De Foute Fluit. De Foute Fluit. Nou, dan moet je bij Geer en Goor zijn. Hiervoor heb ik de hulp ingeroepen van mijn neefje Brammetje. Brammetje heeft voor mij 2 liedjes ingefloten. De vraag is, herken je het liedje wat Brammetje heeft ingefloten? Je kan het fragment gewoon afluisteren. De vraag is aan jullie, noteer titel en artiest alsjeblieft op het bord. Laat het niet zichtbaar zijn voor het andere team. Je krijgt 1 punt voor de titel en 1 punt voor de artiest. En hier gaan we voor ronde 1. Dat was hem. Wat was het? Natuurtalent. Goed om te weten dat de compositie van dit stuk, de stilte die je in het midden hoort, is echt onderdeel van de muziek. En dat het daarna zo explosief verder gaat, ja, dat, zo is het ook in het liedje. Ik heb hem. Ik weet het. Ja, ik weet het. Echt? Ja. Team Beauty and the Brains. Nou ja, ik weet het niet, maar er zit wel een stilte in. Laten we beginnen bij Team Geer en Goor. Mag ik jullie antwoord zien? Snollebollekes, vrouwkes. De snollebollekes met vrouwkes. Team Beauty and the Brains, mag ik jullie antwoord zien? Whitney Houston, I Will Always Love You. Ja, ik vind dit echt meesterlijk knap, Wim. Het is goed. Yes! Oh, wat moet je doen? Oh, ja! 2 punten! Waar hoorde je het aan? Die uithaal aan het eind, dat hij zo overdreven over de top ging. En toen dacht ik, oh, er zit een stilte. En dat is natuurlijk die klap die aan het, eind ging. En bam! En toen dacht ik, oh, dan moet dat het zijn. Oké, jongens, ronde 2. Hier is Brammetje op zijn fluit. Da da da.
Er is geschreven bij team Geer en Goor. Ja, we weten hem. Wim, nu iets opschrijven? Ja, ik heb geen idee hoor. Weet ik veel. Captain Jack met Captain Jack zegt team Beauty and the Brains. En waarvoor gaat team Geer en Goor? De gebroeders Co met ik heb een boot. Boot en Anna. Boot en Anna. Gefeliciteerd jongens. Hey, Martijn, weet je nog waar die stond vorig jaar, Boot en Anna? Nou, hij lag in het water. Nee, ik ergens in de lijst, maar ik weet niet welk nummer. Maar wat denk je als je een schatting moet maken? 234. Of denk je dat hij... Nee, ik denk hoger stond. Ik denk wel ergens in de top 50, denk ik. Ja, hij stond vorig jaar namelijk op 66. Oh. Ja. Mocht je mee willen stemmen voor de top 500 van het Foute Uur, dat kan tot en met aanstaande vrijdag 22 juni. Vul dan je lijstje in via qmusic.nl, dan ga je ze wellicht horen in de Q top 500 van het Foute Uur. Voordat we naar de finale gaan, even een tussenstand. Helaas, jullie leken heel even in te halen, maar Team Beauty and the Brain staat nog steeds op 4 punten. Aan kop gaan Geer en Goor met 7 punten! Welkom bij de Foute Finale. Team Geer en Goor gaat echt lekker aan kop. Wel goed nieuws voor jullie, Beauty and the Brains, want in deze ronde kunnen jullie alles goed maken. Het gaat als volgt. Ik ga jullie een vraag stellen en het aantal goede antwoorden staat voor het aantal punten dat jullie gaan verdienen. Jullie mogen inzetten op het aantal goede antwoorden dat je denkt te kunnen geven. Het team dat de meeste antwoorden goed denkt te hebben, die mag de ronde spelen. Maar heb je het fout, dan gaan de punten naar het andere team. Oei. Oeh. Okay. Dan komt hier vraag 1. Ja, Lou Bega die houdt wel van de vrouwtjes. In zijn liedje Mambo No. 5 noemt hij 9 verschillende vrouwennamen. Hoeveel vrouwennamen uit Lou Bega's Mambo No. 5 zouden jullie kunnen opnoemen? Geer en Goor, jullie mogen inzetten. 4. Willen jullie daar overheen, Beauty and the Brains? Ja, daar gaan we overheen. Jullie krijgen 30 seconden de tijd. Jullie gaan voor 5. Ja. 5 vrouwennamen uit Lou Bega's Mambo No. 5. Hier gaat team Beauty and the Brains. Pamela, Rita, Angela, Tina. Malika. A little bit of... Erika. We hebben ze. Wel toch? Was Malika er ook in? Monika is er ook bij. Oh, Monika. Ja. Monika. Ik dacht, stop Malika. Ik denk Malika. Monika. Ja. Wim is de favoriet uit de top 500, want... Je begon te ratelen en er kwam geen einde meer aan. Nee, ja, dat toevallig al mijn ex heet ook allemaal zo. In de volgende vraag zijn 18 punten te verdienen. Het gaat namelijk om het liedje 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fontijn. Zit vol met typisch Hollandse gebruiken. Eentje krijgen we als cadeau, het land van 1000 meningen. Hoeveel team Geer en Goor zouden jullie er kunnen opnoemen? Je krijgt 1 minuut de tijd. Jezus, dit was de hit toen ik eindexamen deed, want ik vond dat heb ik hem heel vaak meegezongen. Maar toen moest hij nog bedacht worden, denk ik. Toen moest jij nog gemaakt worden, inderdaad. Deed? 5. 5? 5 typisch Hollandse gebruiken uit 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fontijn. Willen jullie daar overheen, Team Beauty and the Brains? Zullen we dat doen? Ik ken heel het nummer niet. Ja, maar dit is de op of de onder. Ja. Zij weten er wel het 5. Ligt bij jou, Wim. En als zij de 5 weten, dan hebben wij verloren. Deze hele quiz ligt bij Wim. 6. Hele... Nu weten we ook wie Beauty is en wie de Brains is. Nee, ik ga voor 6. Je gaat voor 6? Ja. Team Beauty and the Brains. 6 gebruiken, typisch Hollandse gebruiken uit 15 miljoen mensen. Je tijd gaat nu in. Fiets, vader noemt zijn vader Piet. Beschuit bij het ontbijt. Het land van nuchterheid. Nuchterheid, met z'n allen op het strand. Behalve als we winnen, dan breekt de acute passie los. Ja, dat is helemaal goed. Yes! Woe! Gefeliciteerd, Wim. Je had nog kunnen noemen geen hond die van de goot weet. Van een goot? Ja, nooit geweten. Gordijnen altijd open zijn. Lunch een broodje kaas is. Ja, ik ga jullie de eindstand geven, jongens. Jullie hebben hard gestreden. Het was Team Beauty and the Brains tegen Team Geer en Goor. Het foutste duo van vandaag, met maar liefst 15 punten, is geworden Team Beauty and the Brains! Lekker jongens. Maar degene die nog veel fouter zaten en dus de foute quiz verliezend eindigen, Team Geer en Goor. Ja mannen, je weet wat dit betekent. Eén van jullie twee moet het nu al beroemde kakkerlakpak gaan dragen tijdens de top 500 van het Foute Uur. En wie wordt dat? Wordt het Joost of Martijn? En via de YouTube poll hier boven in beeld bepaal jij wie er vanaf 25 juni tijdens de top 500 van het Foute Uur dat pak gaat dragen. Oh lieve schat, ik heb er zo geen zin in. Bloedheet. Oh. Ik hoop Joost.
Ik hoop echt Joost. Dat hoop ik ook. Zo'n grote bek ook, hè? Zo'n grote bek. Nul antwoorden goed, maar toch. Ja, en voordat de lijst überhaupt kan beginnen, hebben we natuurlijk nog jouw stem nodig. Geef ze door, al jouw favorieten. Dat kan tot en met 22 juni via qmusic.nl. En dan een paar dagen later, vanaf 25 juni, hoor je ze allemaal voorbij komen in de top 500 van Het Foute Uur. Dit was de Foute Quiz. Tot de volgende keer. Doei. Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Ah, nu wel een high five. Nee? Oké, okay, dit. Oh, sorry. Oh, ja, met je vingers, je zoekt het bizarre feeling. Je maakt me gek op de zon, de zeden. Kom bij me vandaan. Q Music. You make us Q.